Ja, lieve vrienden, ik kom nou hier iets leuks tegen. Ik heb zoiets nog zelf nooit eerder gezien. Misschien jullie wel, maar ik niet. Laat jullie hem eventjes zien. Grappig, hè? Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zaterdag. En we leven op 28 september om 2:17. Oftewel 17 minuten over 2. Ja, ik zou zeggen welkom bij Corina en de Beestenboel weer. Ja, helemaal weer fijn dat jullie er weer bij mogen zijn. Er is vandaag wat te doen in de stad. Althans, er is nu nog gewoon normale markt. Daar ga ik niet naartoe, geen zin in. Maar als het droog blijft, gaan we aan het einde van de middag, want 5:00 begint, tot, meende ik, nou ik weet het niet aan mijn hoofd, 10:00 of 11:00, één van de twee, is er kermis midnight shopping of zoiets. Ja, zoiets. Nou ja, night shopping, dat vind ik dat het echt ook 's nachts moet wezen. Dan moeten ze dat veel later beginnen en dan tot een uur of 1 s'nachts. Ja toch? Ja. Vind ik veel leuker. Dan ben je in de nacht eruit. Maar nee, dat doen ze niet. Het is gewoon in de avond en dan noemen ze nacht. Nou, dan noem ik geen nacht, maar wie ben ik? Maar in ieder geval, dan wil ik even mijn booster pakken en er doorheen stiefelen. Kijken wat het is. En dan neem ik in ieder geval de camera mee, want dan is het rond 5:00 hopelijk nog wel licht. En ik neem de GoPro ook mee, die zet ik gewoon in mijn huisje van mijn scootmobiel op de stuur. En dan komt dat allemaal nog weer goed. Ja. Hé, Ewen? Ja, nou. Frodo is buiten, Kamalf is buiten. Ewen die is natuurlijk binnen. En ik ga zo meteen een bakje koffie doen. Ben ik wel weer aan toe, ja. En ik zal de vaatwasser uitruimen en die weer inruimen, want het is een bende op het aard. Ik zet het altijd in elkaar en een ander zet het uit elkaar. Nou ja, kan er niks aan doen. Dat heet je als je even anderen over de vloer hebt, hè. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het weer, want het is nu echt wel, echt waar. Prachtig mooi weer, oké, dat is wat bewolking, maar de zon die schijnt, het waait wel, maar dat kun je in je jas aan doen, als het tenminste koud is. Hé, ja nou, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Ja, lieve vrienden, de boel is weer aan de kant, het is weer schoon, het is weer netjes. Enkel, daar staat nog een doosje, maar die laat ik altijd staan. Dat doe ik tegenwoordig die zakjes die erin zitten, als ik er eentje leeg heb, gaat het niet meer zo in de vuilnisbak, vanwege ongedierte te bestrijden. Pak ik eerst een pendaal in mijn zak, nee, een boterhamzakje, daar doe ik het in, knoop het dicht. Gaat het in de doosje, vul ik de doosje open mee op en daarna gaat het doosje weer weg. Klaar. Deden we vroeger ook. Ik heb van mijn moeder geleerd vroeger. Als je een groenteblik had, werd omgespoeld, werd op het aarde gezet, daar de vuile troep in. En vooral wat mijn moeder dan deed, koffie dik. Van de koffiezetapparaat uit die, met die filter. Nou, dat deed ze erin, ook in een zakje, dan erin, voilà. En als het doosje of de blik vol weer was, dan werd het weggegooid. Heb je minder last van ongedierte. En ja, ruimtebesparend. Je kan ook de doosje uit elkaar halen. Dat is ook ruimtebesparend. Maar ik gooi eerst spullen in het doosje. En daarna gaat het doosje weg. Dus dat is ook weer ruimtebesparend. Dan komt het doosje misschien op de kop in de vuilnisbak. Komt er niks in terecht. Nee, dus ja, nou wel. Makkelijk zat, maar het is weer keurig netjes aan de kant. Ik moet even het nieuwe schoonmaakmiddel even halen, want dat is op. Daarom blijft het daar ook staan, totdat ik nieuwe heb. Vaatwasser draait weer netjes. Die is weer netjes aan. Ja,
maak nog een reclame ook zonder wat te zeggen. Ha, 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 ha. Geweldig. En die ligt echt zo lekker. Ja, ik moet nodig de kap schoonmaken, maar het weer is er niet aan. Want als we hem buiten hangen te drogen, want dan droogt het snel. Maar dan moet het wel droog zijn. En niet regen. We hebben net ook alweer regen gehad. En waar Eeuwen is, oh, die ligt er naast. Kijk dan eens aan. Ach, goedie. Ach, goedie. Hier, je bent ook lief voor mij. Hé, toen was die weer onder het scherp. Nee, lief, dat is op televisie. Dat is Minoes. Juffrouw Minoes is dat, ja. Dus. Allemaal poesjebeestjes op televisie. Allemaal poesjebeestjes. Hoor je dat, Ewen? Haha, lol. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Ja, probeer ik ook te doen, ondanks dat ik nog steeds last op mijn tong heb. Ja, ik moet over de stoel heen. Er staat zo'n leuke hoge stoel. Daar moet ik overheen. En mijn camera staat scheef, de poot. Welke ik nou moet hebben. Zo. Ja, nou komt hij beter tot zijn recht. Nou ja, oké. Hij staat recht, ja. Dus geniet verder met jullie dag. En doe maar rustig aan. En ja, ik hoop dat jullie niet alleenig zijn. Of alleenig zitten. Maar met familie om jullie heen. En dan kun je nog dubbel opgenieten. Ja, je kleinkinderen bij je heb ik helaas niet. Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.
Ja, lieve vriend, ik kom nou hier iets leuks tegen. Ik heb zoiets nog zelf nooit eerder gezien. Misschien jullie wel, maar ik niet. Laat jullie hem eventjes zien. Grappig, hè? Heel klein. Reuzenhartje eigenlijk, hè? Ik kwam net te laat, denk ik. Het paard hier al gekend. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en die was weer reuze blij. Hé, hey, jij nou? Ja! Die is altijd blij als ik thuis kom. Ja, ik vond er zelf niet zoveel aan. Het was koud, het was, ik moest ook uitkijken voor de regen, dat mijn camera niet nat werd. Ik vond er, er stonden kinderdraaimolentjes, et cetera, allemaal voor kinderen. Ik vond dat wel leuk, maar ik had ook een markt verwacht. En dat was er dus niet, nee. Maar ja, oké, ieder voor zich. En het was ook wel vroeg, maar het weer is er ook niet naar. Dat werkt tegen. Dat zei de winkelier ook, waar je televisies kunt kopen en et cetera. Maar ik kwam er later achter dat ik was vergeten om mijn GoPro weer aan te doen. Ja, nou ja, pech gehad, jammer dan. Vergeten is menselijk. Iedereen doet dat wel eens, van jong tot oud. Dus ja, waarom ik niet? Ik ben ook maar een mens. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Het is net 6 uur geweest, geloof ik, denk ik, dacht ik. Ja, kort over 6. Dus ja, ik ga zo meteen ook de diertjes te eten geven. Daarna mezelf. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Met wat jullie doen gaan. Verlaat wel rust. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!